De beunhaas op Sinterklaasgebied zit aan deze tafel. Ik? Ja, ik was het sowieso niet. Hoe jij bent... Ik ben het wel eens geweest, ja. Ja. Ik ben het wel eens geweest, juist. Ja. Maar ik ben toch een beetje achter me gelaten. Ja, ja, doe je het niet meer? Een paar jaar geleden heb ik het voor RTL gedaan. In een hele grote hal. 20.000 kinderen en ouders, geloof ik. Die met elkaar op de vuist gingen, ook die ouders. Want die kinderen moesten allemaal vooraan staan. Oh ja. En ik moest op een paardje moest ik door die hal. Ik vond het best eng. En de schmink duurde heel lang. Want het was zo perfect gedaan dat zelfs de haartjes van de baard werden apart ingezet. En daar heb ik geen geduld voor. Maar Robert, geloof mij, jij was ooit een beunklaas. Laten we maar even kijken. Waar gaan we eigenlijk eerst naartoe? Ja, het huis. Oh. Sinterklaas kampoentje, gooi eens wat in mijn schoentje, gooi eens wat in mijn laasje, dankjewel Sinterklaasje. Dat was het. Goeiedag. Goeiedag. Ik ga mijn jaren doodgooien. Ja. Nee! Man, gek. Ja, gek geworden. Wat een programma of zo? Snap er helemaal niks van. Goed dat je gestopt bent, Robert.